elke dag. Eigenlijk word ik wel nageroepen als ik op de fiets zit. Wat zegt ze dan? Kankerhomo, flikker. De Pride in Amsterdam kennen we allemaal wel. Beglitterde gezichten, uitbundige drag queens en een bomvolle botenparade. Maar hoe is het nou eigenlijk om queer te zijn in een dorp? Kun je dan op net zoveel steun rekenen? In Pride in mijn dorp zoeken wij het voor je uit. Even kijken wat we hebben vandaag. Dus even koekeloer, hè? Hi, mijn naam is Axel en ik ben 24 jaar oud. En ik had mij vorig jaar al opgegeven voor Pride in mijn dorp. Omdat ik eigenlijk wilde laten zien hoe fijn het is om als queer in een dorp te wonen. Helaas voelde ik me toen niet heel erg gesteund, waardoor ik me teruggetrokken heb. Maar dit jaar is er een hele leuke groep mensen die me graag willen helpen. Uit Kampen van de Roze Wolk. En daarom wil ik me opnieuw aanmelden voor Pride in mijn dorp. Oh. Wat leuk! Hij wil gewoon zorgen dat het dit jaar wel lukt. Ja, zo niet, dan toch! Hey! Hallo! Welkom! Hoe is het? Ja, goed joh. Wat een heerlijk huis! Thanks. Hey, maar je hebt allemaal plannen, maar even terug naar vorig jaar. Want vorig jaar wilde jij namelijk ook iets organiseren. Vorig jaar was heel erg de insteek dat ik de kerkelijke gemeenschappen hier in IJsselmuiden heel erg erbij wilde betrekken. En het is niet helemaal lekker gevallen bij sommige mensen. En er zijn zelfs mensen aan de deur geweest. Hoe ging dat eraan toe? Die mensen die wilden me er wel van overtuigen dat de LHBTI-gemeenschap dat het iets is wat gewoon niet normaal is. Zo, en die wilden me daarin wel heel erg overtuigen dat ik bijvoorbeeld niet op mannen mocht vallen. En dat ik dat ook zeker niet mocht uitdragen. Dat is wat ze gezegd hebben. En dat heeft me eigenlijk best wel een heel erg onveilig gevoel gegeven. Ja. Dus toen dacht ik van, dit moeten we nu niet doen. Ja, wat deed dat voor jou toen zij dat zeiden aan de deur hier? Nou, vooral dat onaangekondigd aan de deur komen, ja. Dat vond ik heel heftig. Omdat ik ben opgegroeid in Dedemsvaart voor een deel. Mm-hmm. En daar heb ik op de middelbare school gezeten. En dat was een kleine middelbare school. En daar kwam ik heel vroeg uit de kast. En daar kwamen ook mensen aan de deur. Oh. Er zat met mijn moeder op de bank bijvoorbeeld. En dan werd er geschreven, homo. En dat deed me heel erg aan denken. Ja, juist dit, in dit huis, deze plek, is mijn veilige plek. Ja. En daar kwamen de mensen aan de deur. Die dit kwamen doen. En dat vond ik gewoon heel... Dat was een soort trigger. Dat was... Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Ja, dat snap ik wel. Jullie zijn dus van de Roze Wolk. Ja, klopt. Wat is de Roze Wolk? De Roze Wolk is eigenlijk een plek die we begonnen zijn... voor queer jongeren in Kampen en IJsselmuiden... om een veilige plek te kunnen bieden. We organiseren eens in de maand allemaal activiteit hier. Het kan van alles zijn. Het kan van karaokeavond zijn, borrelavonden, noem het maar op. Superleuk. Hey, en hoe is het dan voor jou geweest om hier erachter te komen dat je gay bent? En, je hebt echt wel leuke mensen die het heel leuk vinden en stoer vinden. Ja. Maar je hebt ook wel momenten dat je gewoon nageroepen wordt op straat. En eigenlijk niet zonder stressgevoel over straat kan gaan. Elke dag. Eigenlijk word ik wel nageroepen als ik op de fiets zit. Wat zegt ze dan? Kankerhomo, flikker, van alles wat. Zelf met als ik een kind achterop heb waar ik op moet passen, dan denk ik van waar is je respect gebleven? Echt? Ja. Je hebt een kind achterop zitten? Van 8 jaar, gedraag je even. Daar schrik ik echt van, man. Hey. Rustig aan, hè? Je gelooft het niet zelf, toch? Nee. Laat ze me lullen, toch? Ja. Geef hem even een goede knuffel. Heb je een doek gedaan? Van je nee. Hier, vruchtgranen ook al. Daar zijn ze ook voor. Maar dat verdriet wat je nu laat zien, dat maakt je ook strijdbaar, denk ik, toch? Klopt. Want wat wil je hiermee gaan? Waarom wil je ook zo helpen? Om te laten zien hier van je kan jezelf zijn, je moet jezelf zijn. Laat je niet jezelf zo lang eigenlijk een masker voorhouden wie je eigenlijk niet bent. Probeer jezelf te zijn. En dat kan hier ook wel, maar je moet het net die stap durven te zetten. Helpen, ja. En hoe is dat voor jou hier om hier te wonen? Ik ben dan best wel goed bevriend met Winston. En je ziet inderdaad hoe hij het allemaal ervaart. En... Want wat is dan bijvoorbeeld het. Waar jij het meeste geschrokken van bent, wat dan Winston is overkomen?
Ja, gewoon dat hij echt dat hij uitgaat en dat hij gewoon in elkaar geslagen wordt door mensen. Dat vind ik wel heel heftig. Ik was laatst met mijn beste vriendin was uitgaan. Ik was samen met mijn beste vriendin lekker aan het dansen. Er komt een jongen naar me toe. Nu zat eerst al een beetje om me heen. Dus toen dacht ik, ja, ik weet maar net niet wat er gaat gebeuren. Toen ging ik toch verder met mijn vriendin om toch te dansen. Ben ik aangevallen in mijn gezicht. Mijn gezicht lag open, mijn neuspiercing uitgescheurd. Daarna moest ik ook door beveiligers naar onze fiets toegebracht worden om naar huis te kunnen gaan. Fuck. Wat wil je zeggen tegen die mensen die zo denken, die jou bang maken? Ja, laat ons met rust. Ja. Wij doen jullie eigenlijk niks kwaad daarin. Laat elkaar gewoon lekker leven en accepteren hoe we eigenlijk allemaal zijn. Dus het liefst over deze gehele brug. Ja, één grote vlag, gillende mensen. Laten horen dat we er zijn. Waarom moet er eigenlijk hier een Pride georganiseerd worden? In eerste instantie wilde ik een Pride organiseren omdat ik graag wilde laten zien hoe fijn ik het vind in een dorp. Ja. Hoe fijn ik het heb in IJsselmuiden, want ik vind het echt een hele fijne plek om te wonen. Want dat is, zeg maar, over de brug heen zitten we Kampen. In Kampen. IJsselmuiden, dat is dit. Hey, en wat hoop je nou te bereiken met de Pride? Ik hoop dat we in ieder geval als queers hier in de gemeente, ja, in de omgeving, dat ons hebben laten horen. Dat hebben laten zien dat we er zijn, ja, dat we er mogen zijn. En ik hoop ook dat we de roze wolk echt op de kaart kunnen zetten daarmee. Ja. Is de Bijbelbelt klaar voor een Pride? De Bijbelbelt is denk ik niet klaar voor een Pride. Maar ik denk dat het wel gewoon nodig is en om het hun te laten zien. En ook voor de queer mensen die hier wonen, dat het oké is om jezelf te zijn. Ik ben best wel bang voor de reacties, moet ik zeggen. Heb je iets negatiefs al ervaren? Ja, alleen met de gemeente hebben we dan wat moeilijkheden gehad dus. Oh. De gemeente is hier niet zo zitten? Nee, die is er niet zo'n fan van. Die heeft liever dat we het gewoon zo klein mogelijk houden. Dat we zo stil mogelijk zijn. Zoals wel vaker gebeurt met onze doelgroep. Ja. Wat wil je die dag? Ik denk dat het heel mooi is om die dag iedereen samen te brengen op een punt van je kan hier jezelf zijn. Ook voor de queer jongeren die misschien niet uit de kast durven te komen, maar dan toch wat groters aan willen pakken. En toch daar kunnen zijn om te laten zien, we support jullie. En afsluiten met gewoon met een enorm mooi groot feest met z'n allen. Ik heb er allemaal energie van gekregen door jullie jongens. Ik ben nu al trots op jullie. Dankjewel. Ja, we gaan ook mooi van maken. Oh, shit. Bijbelbelt. I got a pocket full of dreams, baby, I'm in Compa. Over 3 dagen start de Pride. En wat is er veel gebeurd. We vroegen bij de gemeente een evenement aan. Dat werd afgekeurd. En zelfs een fietstocht met 30 mensen lijkt onmogelijk. Omdat ze dit als optocht bestempelen. Hoe hebben jullie dit beleefd deze week? Ja, best wel een beetje een rollercoaster. Omdat je natuurlijk, weet je, we willen zoiets van betekenis neerzetten. Vooral voor deze regio. En het is gewoon jammer dat de gemeente daarin absoluut niet meedenkt. En zelfs wel een beetje dwars zit, voor mijn gevoel. Dus dat vind ik echt heel jammer. Ik vind het best wel erg eigenlijk. Want je probeert eigenlijk naar allemaal verschillende oplossingen te zoeken, wat we graag willen. En al merken we wel dat iedereen niet echt per se veilig hier over straat kan. Ik denk juist als gemeente, kom op en laten we gewoon een plek of een dag creëren voor iedereen om gewoon lekker jezelf te zijn. En misschien is het dan een evenement, maar een uitzondering maken kan, vind ik. Ik vind het gewoon echt, dat doet me echt pijn. Want jij vertelt vorige week aan mij, vertel jij dat je hier niet zonder stress over straat kan fietsen. Nee, klopt. Dat je met oppaskinderen achterop uitgescholden wordt. Dat je in elkaar geslagen wordt. We zijn hier iets fucking moois aan het maken met z'n allen. En die gemeente, die wil gewoon niet dat hun fucking inwoners veilig zijn of zo. Dat ze zich goed voelen. En dan mogen we wat doen, leuk, maar dan mag het in een buurthuis. Ga maar gezellig, en het is mooi hè, het Ukien, maar worden we weer weggestopt, zeg maar, weet je wel? Dat is zeg maar jammer. Dat is toch niet oké? Ja, het is ook heel vreemd. Maar ik ben wel blij dat we met z'n allen erin zijn gedoken en zijn gaan kijken van oké, nou ja, wat is er dan wel mogelijk? En we gaan onze schouders onderzetten, we gaan zoveel mogelijk mensen optrommelen om met ons mee te fietsen. En dan gaan we gewoon laten zien dat we gewoon hele nette mensen zijn, die gewoon de liefde willen delen, die gewoon het leven willen vieren. En vooral dat. Het is natuurlijk hartstikke sneu, maar dan kunnen ze ook gewoon zien dat het hartstikke normaal kan allemaal. Maar eerst het dorp in. We gaan flyeren. Pride IJsselmuiden wordt echt tering leuk. Klaar om te gaan flyeren. Yay! Yeah! Oh.
Wat vindt u ervan? Ik ben er blij mee. Ja. Bent u er blij mee? Ik ben er zelf van. Wat vind je ervan dat het hier is? Ja, prima. Ja? Maakt niet veel uit. Nee, dat, ken je mensen die homo zijn? Ja, ik ken mijn broer. Jouw broer? Mijn broer is homo, ja. Natuurlijk mag je er zijn. Maar ja, het is hier wel geen Amsterdam of zo. Dus nee. Mensen kijken je wel raar aan. Misschien als je iets anders bent. Ja. Ja, misschien doen ze dat ook bij mij. Ja, dat is ook wel de reden waarom wij dit willen gaan doen. Waarom dan per se bij een kerk of zo? We moeten dan gelijk het geloof er dan ook bij gepakt worden. Ik voel me daardoor voel ik me weer een beetje aangevallen. Ik kan u op het hart drukken, dat is niet bewust. Nee, helemaal goed. Absoluut niet bewust. Ik vind het echt heel tof dat het juist in kamp is. Want kamp is niet het meest progressieve gebied. Is de kamper er klaar voor? Denk het niet, jongen. Nee? Ja, maar wij wel, maar een heleboel niet. En ineens Martin helemaal niet. Leuk, hè? Als je zin hebt om te komen? Nou, gezellig. Mag ik ook een flyer aanbieden? Ja, ze is net. Zaterdag. Ze is net. Ja, ze is er stil van. Mag jij een flyer geven? Nee, zeker niet. Waarom niet? Ik heb een rekenwoonproject. Maar NPO toch? Het gaat mijn belastinggeld in. Maar wij betalen niks, hè? Nee, ik heb wel belasting. Ik denk niet dat die komt. Nee. Ik vond het flyeren echt superleuk. We hebben van alle kanten een beetje belicht. Heel veel mensen die er zin in hebben, een paar mensen die iets minder zin in hebben. Mag ook. Ik zou zeggen, wij hebben nog één adresje waar we naartoe willen. En verder zien we jullie zaterdag. Hallo. Alles goed? Wij hebben een vraagje. Wij hebben contact gehad met... En die zouden wij heel graag willen spreken. Is die aanwezig? Ik ga zeggen voor jullie bellen. Ja. Waar kan ik zeggen dat het voor is? We willen hem iets overhandigen. En waar zijn jullie van? We zijn van de Pride Kampen. Ik ga bellen. Ja, top. Met Janine, receptie. Goedemiddag. Hoi. Hey, ik heb hier een aantal mensen staan namens Pride Kampen. En die willen jou graag wat overhandigen. Ga ik dat doorgeven? Helaas. Nee. Wat was de nee? Waarop zei hij nee? De nee is, de reden is dat hij wel betrokken is geweest bij het besluit dat in behandeling gehad, maar hij is niet degene van het besluit. En wie is degene van het besluit? Weet ik niet. Dus hij wist wel meteen waar het over ging? Hij wist, ik gaf hem aan dat jullie van de Pride waren, dus Hij wist wel waar het over ging. Ja. Ik vind het wel jammer eigenlijk. Voor jullie gedaan wat ik kon, helaas. Ja. Wat gaan wij dan doen? Want we krijgen geen vergunning dus. Om wil je hem nog aan hem geven? Daar kan ik. Is een flyer. Misschien kan je hem aan hem geven. Ja. Oké, thanks. Dit is echt weer ook... Jammer. Beetje jammer. Ja. Misschien moeten we dan toch een protest aanvragen. Ja, ga je op de barricade staan? Ja, ik heb er wel zin in of zo. Ja? Ja, een beetje. Ja. Ja, ik ben wel een beetje strijdlustig of zo. Het begint bij mij ook een beetje te kriebelen. Ja, want ik echt denk van, kom op jongens. Als het niet goed schiks kan... Op een kwaad schiks. Zeker. Hey. Ja. Hey, ben je je al een beetje aan het voorbereiden? Misschien. Oh. Hey, het gaat hier allemaal gebeuren, het feest. Ja. Miljoenen mensen komen hier straks, hè? Miljoenen. Het is nu nog miljoenen, het is nu nog helemaal leeg. Ja. Ik ben vooral ook benieuwd wat Axel ervan vindt. Zal ik even naar Axel zo toe gaan? Ja, dat is een goed idee. Ga jij het hier een beetje leuk maken? Bro, ik ga het helemaal aankleden. Je komt terug en het is helemaal... Pride! Hoi! Hey. Het is de dag. Ja. Oh my god. Hoi. Zo, ben je zenuwachtig? Ja, ik heb heel slecht geslapen. Heel onrustig. Klamme handjes, een beetje van de zenuwen. Ja. Dus, maar waar ben je zenuwachtig voor? Voor of alles wel gaat lopen zoals het bedacht is. Want er natuurlijk best nog wel veel gebeurd is de afgelopen dagen. Jemig. Ja. De laatste keer dat we elkaar spraken was bij het gemeentehuis. Maar wat is er allemaal gebeurd? Ik heb uiteindelijk besloten om geen protest aan te vragen. Ik wilde niemand voor de schenen schoppen. En ik dacht, het is wel even goed geweest. Dus we gaan gewoon fietsen van A naar B. En dan gaan we daar dat feest vieren. Maar daar heeft dus iemand lucht van gekregen. En die heeft dus op eigen houtje een protest aangevraagd bij de gemeente. En die is ook nog goedgekeurd. Dus er gaat toch een Pride Ball komen. Maar jij kent die persoon ook niet? Nee. Echt, het is zo bizar. Ja, apart hè? Ja, leuk. Zo bizar. Moet jij nog iets doen? Moet je haar nog doen? Ja. Even een snor. Nou, jawel. Ik heb nog een vraag. Ja. Ik wil namelijk schoenen aan. Logisch. Fashion advice. En Axel, kom maar. Ja.
Ja, dit is hem hoor. Hallo! Hebben jullie er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Oh my god. Ik ben zo zenuwachtig. Ja! Ja. Oh. Maar we gaan vandaag borden versieren, protestborden versieren. Jullie hebben het een en ander mee, maar ik heb dus ook de bus helemaal vol gegooid. Nou, dan gaan we even aan de slag. Oh ja, vlaggetje. You get a balloon. Hallo! Toppers! Lees eens wat leus ervoor. Nou. Love is love. Flavor game. Yes! Volgens mij staan er echt hordes mensen te wachten op het station. Ja. Zijn we er een beetje klaar voor? Ja! 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 We gaan het gewoon doen! De Pride in Kampen. Voor geopend! Nou, vorig jaar was het er natuurlijk niet, dit jaar wel. Dus de leus is, jel, 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 de Pride is er dit jaar. Jel, 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 de Pride is er wel. Jel, 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 de Pride is er wel. Baby, I was born this way, no matter I get rid of violence, being dressed and alive. Ja, ik vind dit wel even spannend hoor. Ik dacht, er kan van alles om misgaan, maar we zijn er nu echt. We zijn er met z'n allen. Ja. Ik kijk nou even hoeveel mensen. Hey. Waarom wilde je hier zijn vandaag? Omdat iedereen gelijk is en iedereen hoort gewoon zichzelf te kunnen zijn. En zeker in Kampen, maar helemaal in Nederland en overal ter wereld. Vindt u het leuk? Zou u meelopen als we u zouden uitnodigen? Ik denk dat ik die leeftijd voorbij ben. Gay rights. Gay rights. Ja! Yeah! Kampen bedankt! Kampen bedankt! Kampen bedankt! Hey, is dit wat je verwacht op Winston? Meer mensen dan wat ik verwacht had. Ja, echt? Ja. Oh. Heel leuk. En iedereen die ook in deze aansluit. Ja, ja, dat ongelooflijk. Een groot applaus voor Axel! En deze protest had er niet geweest zonder de protestaanvraag. Voor Barry! De eerste Pride. Ik hoop dat, dat er nog vele mogen volgen. Er staan veel leuke dingen op het programma. En ik wil je heel veel plezier wensen. Bedankt dat jullie hier zijn. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Ik ben zelf christelijk. In de Bijbel staat ook eigenlijk ook, God heeft ook iedereen lief. En waarom zou dat ook niet mogen eigenlijk, als homo zijnde niet? Dat je dan niet geaccepteerd wordt, dat je niet christelijk bent. Iedereen is gelijkwaardig. Iedereen is gelijkwaardig. Dat is gewoon zo belangrijk aan mensen ook. Ja. Iedereen is hier gelijkwaardig. Wat vind je het meest bijzondere? De gezichten van sommige mensen op straat. Ja? Dat er nog steeds nodig is, het is belachelijk. Ik kan goed tegen afwijkende meningen, als die afwijkende meningen ook maar tegen kunnen, dat ik die van mij te berden breng en dan komen er wel. Ja, 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 maar ja, ja, ja. Uit het veld laten slaan, nooit natuurlijk. En dit is daar de overdrachtelijke manier toe om dat aan te tonen. Dus ik ben daar een hele blije man vandaag. Mag ik nog even één keer een groot applaus voor Miss Winston! Soms komt het gevoel dat ik droom nog steeds. Ja, ik vind het echt heel goed. Je moet even landen, denk ik nog. Absoluut, ja. Ik wil jou in elk geval onwijs bedanken. Ja. En al deze lieve mensen en wat voor lieve mensen jij ook om je heen hebt. Ja. Dus blijf jij, jouw lieve jij en wees vooral niet te streng voor jezelf en durf te zijn. Ja. En er echt te zijn. Waarvan acta. Waarvan acta. Thanks, jongens. Dankjewel. Nu zuipen. Ja, lekker.